Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik mijn nagellakstash opruimen. Ik weet dat jullie houden van opruimvideo's en mijn nagellakstash is echt wel toe aan een opruimbeurt. Ik ga jullie laten zien hoe ik mijn nagellakstash opruim, welke nagellakjes ik ga weggooien, welke ik ga weggeven en hoe ik mijn nagellakstash daarna opnieuw indeel. Als jullie meer opruimvideo's willen zien, laat dan zeker een like achter en een reactie. En dan ga ik vaker opruimvideo's uploaden. Dit is mijn nagellakschuif en zoals je ziet zit er echt heel veel in en is het niet meer zo ordelijk, dus dat ga ik vandaag opruimen. Een deel van mijn nagellak staat op mijn kot, dus daar hoef ik hier geen rekening mee te houden. En ik heb zoals je ziet heel veel nagellak en ook heel veel nail art spulletjes en de bedoeling is dat ik dat een beetje opruim en de nagellakjes die ik niet gebruik eruit haal. Ik ga beginnen met alles eruit te halen en dan zien jullie wat ik allemaal heb. Dit is de baat. Ik heb dus echt heel veel nagellak en heel veel nail art spulletjes en dat ga ik dus nu beginnen opruimen. Ik begin met deze acrylverf dat ik gekocht om nail art te maken, maar ik vind dat eigenlijk niet zo heel fijn om te gebruiken. Dus dit ga ik aan mijn broer geven, want die tekent graag en schildert graag, dus daar kan hij waarschijnlijk wel iets mee doen. Zoals je kan zien heb ik heel veel verschillende sponsen om een ombereffect op je nagels te creëren. Deze ga ik wegdoen. Dat is gewoon zo'n keukensponsje en dat werkt niet zo heel erg fijn. Dan heb ik nog deze make-up sponsen. En deze ga ik bewaren en deze ga ik weggooien, want die gebruik ik toch niet. En deze zijn denk ik wel nog fijn om te gebruiken. Ik heb hier ook nog een zakje met allemaal nail art, pennetjes, penselen en die ga ik uiteraard bewaren. Dit zijn mijn nagelvijlen en die vind ik fijn om te gebruiken, dus deze ga ik bewaren. Dit is van Essence, deze heb ik gekregen van een vriendin en er zitten allemaal kleine nagelvijltjes in. En deze twee glazen vijlen zijn van Action, waren niet zo duur en die vind ik ook heel fijn om te gebruiken. Nu ligt er alleen nog nagellak op de tafel en dat ga ik nu sorteren. En dan ga ik af en toe mijn favoriete nagellak laten zien en de nagellakjes die ik wegdoe en waarom ik die wegdoe. Ik begin met deze nagellak van Sally Hansen en dat is mijn favoriete nagellak. Ik vind deze kleur echt heel erg mooi en super zomers en ja, heel fijn merk. Dus deze bewaar ik. Ik heb nog een topcoat van Sally Hansen. Deze vind ik ook heel erg fijn, maar ik weet niet of die nog goed is. Die ga ik binnenkort nog eens moeten testen. Die behoud ik ook nog. Twee mooie nagellakjes van OPI, die behoud ik uiteraard ook. Dit is ook een favoriete kleur van mij. Dit is de rode kleur van Essie en dit is in de kleur 61 Russian Roulette. Ik heb denk ik nu alle Essie en OPI lakjes eruit gehaald. En nu ga ik kijken welke nagellak ik nog mooi vind. Ik heb nog drie nagellakkleuren van Sinful Colors. Deze witte vind ik handig voor nail art en ook gewoon om zo te dragen. Die groene gebruik ik eigenlijk niet zo, maar vind ik wel leuk om nail art mee te maken. En deze zilveren, ja, vind ik ook heel erg mooi, dus deze behoud ik. Dan heb ik nog enkele nagellakjes van Pro Nails. Deze ga ik wel uit het doosje doen, zodat dat minder plaats in beslag neemt. Dit zijn mijn nagellakjes van Shana Glaze. Dit is zo'n krakkernagellak en die gebruik ik eigenlijk niet, maar ik vind het zo zonde om die weg te gooien. Dus die ga ik dan ook bewaren, want die was al redelijk duur. Dit zijn twee confetti topcoats. Die vind ik echt heel erg leuk om te combineren met de witte nagellak. Dit is nog zo'n textuurroos lakje. Ik weet niet zo goed wat ik met deze nagellak moet doen. Ik gebruik het niet zo vaak, maar ik vind het ook zo zonde om weg te gooien. Dus deze bewaar ik gewoon nog even. Deze base coat en topcoat ga ik weggooien. Dit is een van Essie, maar die is echt zo goed als op en ja, die ziet er gewoon echt niet meer goed uit. En die topcoat ziet er ook echt, ja, gewoon niet meer goed uit. Dus deze twee gaan in de vuilbak. Dit is een textuur nagellak van Kiko. En dit is een gewone nagellak van Kiko. En deze ga ik ook alle twee behouden. Dit zijn de nagellakjes die er nog overblijven. Het zijn eigenlijk een beetje random merken door elkaar. En ik gebruik die eigenlijk niet zo vaak. Ik ga beginnen met de nagellak van Barry M. Die heb ik gekocht in Londen. En die vind ik wel, ja, fijn. Dit zijn twee textuur nagellakjes en dit is een gewone met een gel finish. En die ga ik behouden, want die vind ik wel mooi. De nagellakjes van de HEMA vind ik niet fijn om te gebruiken. Mijn zus wel, dus die ga ik aan haar geven. Ja, deze gaan gewoon in de vuilbak, want die zijn niet meer goed. Zo ook van de HEMA. HEMA. Ja, en de rest gebruik ik gewoon niet.
Charlotte van Pinky Polish was altijd super enthousiast over deze Claire's nagellak in op kleuren zet. Pastel neons. Ik vind die echt verschrikkelijke nagellak. Brengt gewoon echt niet fijn aan en die gebruik ik ook niet. Deze kleur gebruik ik ook nooit. Dit is ook zo nog een nail arting met zo van die bolletjes om over de nagels te strooien, maar dat is veel te veel gedoe. En gepruts doe ik ook weg. Dit is de opgeruimde schuif. Hier van voor zitten al mijn OPI nagellakjes en shine clays. Hier van voor zitten die van Yves Rocher. Hier moeten er nog een aantal bij komen, maar ik vind die op dit moment niet. Het zijn er van Essie en hier een beetje de rest. En hier van achter mijn nail art spulletjes. Het ziet er veel ordelijker uit en de nagellakjes die ik niet gebruik, die heb ik weggedaan. Dit is het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan zeker. En ik zie jullie volgende keer. Dag!